Yes, zetten we één blok ervoor. Dit is Frank Vanenburg, 61 jaar en woog. 220. Want Frank zag er tot twee jaar geleden zo uit. Ik was eigenlijk heel ontevreden, maar ik camoufleerde het gewoon met joviaal gedrag. Herkenbaar voor Suzanne Angervaren, 31 jaar en woog. 135 kilo. Als ze deze foto van vorig jaar ziet, voelt ze maar één ding: afschuw. Dat is het eerste woord wat er bij me opkomt. Ik, uh, ik was niet blij met mezelf. Ik was, uh, nou ja, je kan wel zeggen, depressief. Een maagverkleining bood uitkomst voor beide. Ondertussen uh, bijna 67 kilo kwijt. Zo. Volgens Ignas Jansen van de nieuwe Obesitaskliniek is er een enorme toestroom van nieuwe patiënten sinds het faillissement van het Slotervaart, waar jaarlijks ongeveer 1200 maagverkleiningen werden gedaan. Dan heb je in één keer een heel groot gat. Dat wil zeggen dat 1200 mensen moeten eigenlijk een nieuwe plek vinden elk jaar weer waar dat kan gebeuren. En dat gaan we hier nu opvangen. Wij gaan Suzanne en ik gaan de blokken naar elkaar toeschuiven. Heel rustig. En jij geeft aan wanneer jij denkt: zo is het genoeg, anders pas ik er niet meer doorheen. Ja? De operaties worden uitgevoerd in het OOVG. Maar de voor- en nazorg vindt plaats in de kliniek. Nog een klein beetje, stoppen. Tienduizenden Amsterdammers zijn te dik. Alhoewel het aantal mensen met overgewicht stagneert, zijn de zorgen groot. Ernstig overgewicht neemt nog steeds toe. En zeker bij de mensen die niet echt van Nederlandse oorsprong zijn. Om voorbeeld te noemen in de Turkse cultuur. Daar is overgewicht nog een groter probleem dan in de Nederlandse. En dat heeft ook te maken dat eten daar super belangrijk is. Dus doorlopen en dan gaan we kijken of jij jezelf goed hebt ingeschat. Verzemig. Ja hè? Raar dat je nog steeds denkt van dat kan niet eigenlijk. Net het zelfbeeld dat. klopt dus nog niet? Nee, nee, dat duurt heel lang. En dat is een beetje een psychologisch spelletje. Frank en Suzanne werken hard aan zichzelf en hebben hun leefstijl aangepast. De maagverkleining heeft hun een ander leven gegeven. Op straat is het niet zo dat je je in een kermisattractie voelt. Dat mensen gaan kijken: van je en zo. Dat, dat is niet meer. Ik heb nog steeds geen perfect lichaam. Dat, dat ga ik ook niet krijgen, dat hoeft ook niet. Maar ik kan wel zeggen dat ik oprecht gelukkig ben met mijn leven.